uitzien zo. Ook. Het is helemaal leeg. Ja, een paar dingen, maar daar kan ik het niet mee doen. En het zit helemaal vol. En meisjes, tot jullie kijken naar een goed nieuwe vlog. Joran zit daar. Dus daarom draag ik een mondmasker, als jullie dat moesten afvragen. Hij is even naar Lego Masters aan het zien. Ik was de film aan het zien, dat de meeste niet kijken. Mijn leeftijd, denk ik. The Walking Dead. Ik weet niet dat jullie dat kennen. Dat is ja, een film over zombies en zo. De wereld verandert in zombie gedoe. Maar, alles opzij. Ik ben van plan, het ijs moest bijgevuld worden bij de konijntjes, met dit weg. Zwaar om altijd naar beneden en boven mee te nemen, dus ik dacht, wat als ik nu een half pakje dat vul en dan naar beneden doe en dan zien hoeveel dat ik nog nodig heb, anders doe ik nog een half pakje. En zo ga ik door blijven gaan, dus dat zien jullie nu allemaal. Kijk, ik ga dit vullen en ga ik dat overkappen in die bak. En zo ga ik elke keer door zo, dus kijk. Ik zal eens even een stuk laten zien. Het is moeilijk om te laten zien, want wacht, ik kan zo zetten. Hop, jullie zien dat wel, hè. Jullie zien dat wel. Dus, zo ongeveer, dan pak ik dat. En ik doe dat erin. Deze is nog niet een handig bakje. Ik kan dat beter met een van die kommen doen dat hier staan. Met die vol chips, dus dan moet ik die uitwassen. En daar heb ik... En niet echt veel zin. Oh joh, ik laat beter in mee. Dat ik hier niet eerder op kwam. Mevrouw Blik. Ik kwam met die vaste heel slecht in eigenlijk. Ik zou een kleine mevrouw Blik moeten hebben en dat heb ik niet. Deze is groter. Ik heb nog wel niet anders. Hier ligt een klein bakje. En dat is ietsjes makkelijker om te maken. En zo ga ik elke keer door. Ik zal het ook eens van boven laten zien. Dan zien jullie het wat beter. Kijk zo. Pak ik dat. Die zak ik maar mijn voet tegenhouden. Zo. En dan kap ik dat hier in over. En als ik smos, ja. Dat heb ik normaal niet voor. Maar nu ben ik met één hand aan het filmen. Dus nu ga ik dat even overkappen tot dat de helft is. En dan zie ik jullie terug. Het is echt moeilijk aan te doen. Als je weet ben ik buiten, dus kan ik het even afzetten. Daarom dat ik mijn konijntjes ook wil doen. Tot ze. Dat ging op zich heel veel. Vlug. Ik ga dit bakje hierin laten. Dat is normaal van niet anders. Maar ik gebruik het eigenlijk. Ik gebruik het voor de foto's van mijn oma en opa in te zetten. Maar die kan ik nu... Ja, op zich kan ik die ergens zetten. Maar ik weet niet dat ik die maar op beeld zet. Dat is het probleem. Dus misschien zet ik die wel op een plek dat ik nooit vul. Maar het is half. Het bak. Dus ik ga nu zien dat ik het kan vastpakken. Ik ga jullie even hier zetten. Hupsakee. Ja, ja, dat moet lukken. Dat weegt bijna niks. Ah. Ja, jullie zijn waarschijnlijk benieuwd. Wojo! Jullie zijn waarschijnlijk benieuwd hoeveel dat dit weegt. Dit weegt op zich niks. Dit is 2 liter. Maar dit is niet 2 liter water, maar dat is 2 liter van dit. Dus dat gaat sowieso zwaarder, denk ik, wegen. Of is dat op de... Ja, ik weet het niet goed. Ik sta ook niet op. 20 liter? Oh, man, ik had verkeerd gelezen. 20 liter. Ik kan ongeveer 10 liter dragen, man. 20 liter, kijk. Ik had verkeerd gezien, het is 20 liter. Oké. Okay. Nu gaan we die terug daar moeten zetten. Eigenlijk is dat niet handig dat je pinnen nog eens weghaalt. Kijk, deze pinnen. Die zitten gaten die te maken. En die pinnen moet ik even hier in deze kast steken. Kijk, ik heb hier ook een kast. Ja, hier kan dat moeilijk in. Nee, toch. En dan moet ik die even hierin steken, dat die niet kwijtraken. En dan moet ik ook nog de makkelijkste konijn, zijn kont doen beneden. En dan zien jullie mij beneden terug. Tot ze. Hey meisjes. Oei, jullie staan hier staan. Ja, het zal wel goed zijn. Kijk, het kort ligt hier. Die doos staat daar. Voilà.
En ik dacht dat we de vuilbak niet meer hadden. Want je moest buiten vandaag. Maar we hebben hem toch. Dus ja. Rustig konijntjes. Kan je nou vuur zetten? Op. Dan kan ik die vuilbak naar hier brengen. Hopsa. Wat is nou gebeurd? Weegt hij niet, zeg maar strak. Dan weegt hij lood. Oh, mag ik deze? Gaat hij vragen. Gaat hij eens even vragen. Dat is de groene. De groene ga ik alleen niet filmen, want die ziet er niet zo fris uit. Maar dan ga ik dat even doen. Ik ga geen timelapse maken. Ik ga gewoon een shot maken waar dat dit ineens proper is. Ja, het is helemaal proper. Maar kijk, ik wil de binnenkant uitkuisen. Ik wou dat al doen voordat ik dit opnam. Ook raakt hier niet met die konijnen. Maar kijk wie hier gewoon ligt. Er ligt gewoon een slak. Eigenlijk is het al proper, want ze gooien je nooit niks en ze gooien afval alles helemaal naar beneden. Kijk. En hier maken ze altijd alles leeg. Alleen die slak. Hier moet je niet liggen. Weg slak. Daar was die ergens gevallen. En de camera focust niet direct. Oké. Okay. Maakt niet uit. Hey, Bellatje. Bella. Bella. Oh, oh, die gaat zich wassen. Moet ik een beeld hebben. Oh, ik hoop dat dat goed beeld stond. Oh. Zich aan het wassen. Dan moet ik een beeld hebben. Dat wou ik bij Stamper ook altijd een beeld. Maar ik ga... Dat valt bijna. Dat viel bijna, wou ik zeggen. Maar ik ging niet op mijn woord. Ik ga nu dat bakje pakken dat daar ligt. Oh, bijna alles om. Ze ligt nog altijd op dezelfde plek. Ik heb even mijn mondmasker afgedaan. Nu heb ik te pakken zo. Dat gaat makkelijker zijn, toch? Om te pakken. Als ik jullie erop leg. Ja, op zich. Kan ik dat hier zetten? Ah, pak ik jullie weer. Zet ik dat open? Oh, mijn camera wazigt altijd. De camera is altijd wazig. Sorry voor de wazige beelden, jongens. Mijn sluiting dingen van mijn camera zal weer niet goed staan. Ga ik dat eruit schippen? Eigenlijk moet die zijkant eraf. Dat is echt irritant. En zo gaat het er dan ongeveer uitzien, zo. Ook van ineens zo beeld. Oké, ik zul je bij terug. Ja, ik wist dat ik twee keer moest teruggaan. Ik krijg het niet helemaal leeg. Ja, een paar dingen, maar dan kan ik het niet meer doen. En het zit helemaal vol. Dus terug naar boven, maar ga ik niet allemaal filmen. Ja, gewoon totdat het vol is. Waarschijnlijk is het misschien al donker, wacht, dat wil niet waar. Maar dat denk ik nu niet, zo licht en donker is het nog niet. Dus tot zelfs. Oké, dit is het geworden. Hij is helemaal vol. En je vliegt gewoon een drone rond. Nou, ik kan hem niet in beeld brengen. Je vliegt gewoon een drone rond. Maar ik heb het heel proper gemaakt. Je zit achter elkaar te lopen. Voor te zeggen van, kom aan, laat ons terug in onze hok. Dus ik ga dat vlug doen, dat dat hier opgelost is. En zien jullie mij waarschijnlijk boven terug. Ik weet niet zeker. Het kan zijn dat jullie mij eerder terugzien. Maar ja, het is proper. Er moet alleen nog wat strooi gegooid worden van boven. Hier moet ook wat strooi gegooid worden. Dus dat ga ik dat even doen. En ja, stro ligt hier nog, dus dat moet ik niet halen. Kijk, au. Au, loop ergens tegen. Het is makkelijk om de camera zo te draaien. Maar stro ligt hier nog. Dat ik er toch ben, neem ik dat ineens mee. Het is een grote zak, maar zien jullie zagen dat ik boven een grotere zak heb. Dan moet ik dat ook maar iets verdelen in een doos. Of als deze zak leeg is, dan kap ik dan in deze zak een paar van. En dan kan ik dat beneden zetten. Ja, ik weet dat je geen kutje terug wilt. Ik zal direct verder doen. Zeg, ik wou het alleen aan de kijkertjes uitleggen. Oké. Okay. Dus ik ga verder. Oké, jongens. Het stro ligt trokken. Nu kan ik het terug hier in zetten. Ik ga het hier onderduwen. Dat heb ik natuurlijk niet gefilmd. Ik weet ook niet waarom. Maar nu ga ik het wel filmen. Zal ik het er terug in zetten, meisjes? Of jongen, dit is misschien een Stella.
En je weet wel over wie dat ik het heb. Hupsa. Dit is een volle papzakje. Nou, dank je wel. Nog een bosje. Voilà, dan moet ik. Waar ligt het hier? Dat nog even. Klaar om ze er terug in te zetten. Kijk, dat blijft niet toe. Het zit er nog niet helemaal in, kijk, het zit er scheef in. Hadden jullie dat niet kunnen zeggen dat het er scheef in zat? Ja, dus. Veel werk dat dit is om dit erin te steken. En dan moet ik dat even kijken, dan moet ik dit weer omhoog zetten. Ben ik dan ondergegaan? Dat is helemaal juist. Dat is het probleem. Nu zou ik het eraf gaan. Hoe kan dat? Wat moet ik hier onder zo? Wat is het probleem? Wat is er hier aan de hand zo? Wat is er aan het doen? Of is dat zo? Nee toch? Dat is toch een beetje zo geweest? Wat is dit nu weer? Ah, het lijkt er weer niet uit. Nee, deze is het niet. Het staat op daarop. Ik snap het niet. Kijk jongens, ik zal het even laten zien als jullie het ook niet snappen. Oké, ik was even aan het zien dat je ervoor. Kijk, die stikt helemaal van, maar die zal op daar moeten staan. En ik weet ook niet hoe dat komt. Dat hij ineens niet meer is. Maar toch is het zo. Ik krijg het er zelfs niet uit. Wat is het probleem? Ik snap het echt niet. Hoe kan dat dan dat dat gezakt is? Waarschijnlijk omdat dat kot is opgeschoven. Nu kan het er terug in. Lapsakje. Het zit er nu wel goed in, denk ik. Hoop ik. Ik krijg het niet beter. Zal zo zijn omdat ze hier onder anders niet gewoon staan niet door kunnen. Het zal daarom zijn dat hier onder kunnen slecht door. En nu kan ik ze erin toveren. En ze zitten er alle twee in. En die zit hier direct te fretten. En die ook. Alles op fretten. Fret alles op. Oh. Wauw, dit gaat makkelijk. Goed dat ik nog voeten heb, hè. Goed dat ik nog voeten heb. En ik heb die drone niet meer gezien. Ik ga zien, want er stonden ook mensen dat die al weg zijn. Precies wel. Wacht, ik heb daar stoelen staan. Ik kan hierop kruipen. Ze zijn precies al aan het wegrijden. Oh shit, die staan niet echt stevig. Die stoelen. Wacht jongens, ik kan jullie niet goed zetten hier. Wat kan ik allemaal doen voor gewoon een drone te vliegen, hè? Ik wil ooit ook nog eens een drone kopen. Drone shot. Oh, die zijn weg. Ik zie ze daar toch niet meer staan. Ach ja. Dan zijn ze weg. Ga ik terug naar van voor. Ga ik het konijn ook terug wegzetten. Oh, ze hebben hier keutels achtergelaten. Ja, dat gooi ik er gewoon uit. En dan zet ik dat terug weg. Zet ik dat terug boven.
En dan hier alles opruimen. En als ik jullie ze bied boven terug, kan je zien wat Joran aan het uitdrukken is. Hij is normaal te veel aan het zien. Maar ja, ik zal zien. Tot ziens. Oké, jongens, is ondertussen de volgende dag. Oei, jullie zijn veel te hoog. Dat merken jullie bijna niet, maar aan toe is. Dat heb ik gedaan. Ah, mijn gordijn toe is. Dat heb ik gedaan, omdat ik het strak op bakker weer. Oh, dat is weer te scheef. Naar rechter. Dat ik te strak weer wakker werd van het licht. Dat is beter. En dat is niet handig. Ik ga het niet eens verder zetten. Sorry voor dat ik wat te dicht zit. Maar ja, sorry. Maar ik ga de vlog eindigen. Tof dat jullie gekeken hebben. Vergeet dat meneer heel blauw duimpje mocht doen. Druk ook even op dat wild. Naast de abonneerknop zijn jullie altijd op de hoogte van elke video dat ik upload. Zie ik jullie morgen terug. En dan zeg ik zoals altijd, GG out. Later.